Welkom in de Urgenda Taxi. Komende dagen rijdt de Urgenda Tour door de provincie Friesland. En wij gaan eens kijken wat deze provincie te bieden heeft aan duurzame projecten. Van duurzaam vervoer tot koeien die een woonwijk verwarmen. Ik ben benieuwd. Wij zien aardgas als een grote transitie naar uiteindelijk biogas. Dus we willen op termijn op biogas gaan rijden. Iedereen is er denk ik over eens dat elektrisch transport op termijn de toekomst wordt. Dus waar we nu al kunnen, willen we ook elektrische auto's aanschaffen. Kunt u nou wel gas geven in een elektrische auto? Ik geef niet gas, ik geef vandaag elektra. Goeie reis. Dank je wel. Er zijn op dit moment plannen bij Nieuw-Bosmensaten, dat is een grote boerderij. Daar gaan we straks de woonwijk die daar tegenaan gebouwd wordt helemaal verwarmen met biogas, wat geproduceerd wordt op die boerderij. Nog meer zelfs, want de rest van de biogas gaan we inzetten in het vervoer. De koeien die bij ons op de proefboerderij Nijbosmenzaad staan, het zijn ongeveer 200, die produceren melk en vlees, net als op elk ander bedrijf, en ook mest. En die mest die wordt bij ons op het bedrijf in een mestvergister vergist en er komt biogas bij vrij. En dat biogas dat gaat bij ons vandaan naar de woonwijk Teggem. En daar wordt het in een WKK, zoals dat heet, een motor die op biogas loopt, wordt het omgezet in groene stroom. Deze motor wordt gekoeld en dat koelwater van die motor die wordt weer gebruikt voor de verwarming van de woonwijk. Ik denk dat dat het interessante aan dit aspect is, dat je hier een voorbeeld bent van hoe je in de toekomst totale dorpen kunt laten, de verwarming kunt laten verlopen via de energie uit mest en uit restproducten. We zijn, als we dan kijken op dit moment, toch innovatief, een stuk voor op vele andere landen. En als we niet oppassen, als we niet de financiën daarvoor beschikbaar maken, dan gaat hetzelfde gebeuren als met de windenergie van jaren terug, waar we ook voor opliepen, maar dat is hier uit Nederland helemaal verdwenen en dat zit nu in Duitsland. En dat moet met mestvergisting en biomassa-energieproductie niet gebeuren. Dat zou ik erg jammer vinden.